Ik ben mijn identiteit verloren. Oké. Okay. En ik ben mijn identiteit verloren. Eigenlijk, de Marokkaanse cultuur is heel mooi. Mm -hmm. en, wat ik heel mooi vind aan de Marokkaanse cultuur, is dat ze voor elkaar zorgen. Dat ze elkaar gaan helpen, dat ze er voor elkaar zijn en dat ze altijd wel proper willen rondlopen en mooi willen zijn. En, en ze willen dat wat aan mij is, bijvoorbeeld, dat ik het ook wil doorgeven aan anderen. Van, Zorg voor jezelf en zorg voor anderen. En dat vind ik mooi aan de Marokkaanse cultuur, ook families bij elkaar. Mm -hmm. Samen eten, delen. Dat vind ik mooi. En dat is mijn worstel vandaag, worsteling vandaag. Dat zit nog altijd in mij. Maar als ik bijvoorbeeld nu mensen leer kennen, wil ik je dat ook doen. Naar nieuwe vrienden, bijvoorbeeld, of vriendinnen. En zij zijn dat dan niet gewoon van huis, ze wilden iets. Hallo, ik ben Peter Percival. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of SoundCloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. U gaat een gesprek zien of horen dat ik had met Samira Harmagh. Zij is in het dagelijks leven een gedreven salestalent in de sector en de moeder van een dochter. Maar zo vrij en zelfstandig ze nu is, zo gevangen was zij in haar jeugd. Ze groeide op in een Marokkaans gezin in Vlaanderen en toen ze op haar 23ste dreigde uitgehuwelijk te worden, vluchtte ze en brak met haar familie. Het was het begin van een odyssee waar ze ook een boek over schreef: een zoektocht naar haar ware identiteit van meer dan twintig jaar met vele levenslessen waarover ze in dit uur openhartig vertelt. Welkom Samira. Ik ben blij van u hier te zien vandaag. Dank u wel. Jij bedankt dat je naar mij wilt luisteren. Ik luister al een hele tijd naar u en dat is uh, onwaarschijnlijk eigenlijk wat jij, wat jij vaak te vertellen hebt. Mm -hmm. het, is een, uh, het is een verhaal dat niet heel vaak verteld wordt. Meneer, dat is mijn eerste vraag eigenlijk. Waarom was de tijd nu pas rijp voor jou om met jouw verhaal naar buiten te komen? Oh ja, het is uh, het was al jaren dat, dat in mijn hoofd aan het spelen was van ik wil daarmee buiten komen, ik wil mijn verhaal vertellen en waarom nu me pas, ook meer door mijn dochter. Mm -hmm. Om mijn dochter is geboren eigenlijk wel, en dan is het nog meer bij mij gekomen van mijn dochter moet weten van waar ik kom. Hoe oud is je dochter nu? Uh, ze wordt elf jaar, okay. 15 september, dus binnen een paar dagen, binnen een paar weken. Okay. Om uh, omdat mijn dochter vragen om te stellen. En dat was voor mij soms heel moeilijk om te antwoorden. Wat vroeg ze dan? Ja, waarom heb jij geen mama? Waarom heb ik geen oma? Um, waarom heb ik geen, geen tante? Waarom heb ik geen, uh, geen neven, geen nichtjes? Mm -hmm. Omdat ze bij de, de kant van de papa dat wel heeft. En uh, ja, ze voelde haar ook soms vreemd van... Bij papa heb ik iedereen mm -hmm. en bij jou heb ik alleen maar jouw vrienden. Mm -hmm. Hoe komt dat? En dan ben ik beginnen beseffen van eigenlijk, hoe moet ik het aan mijn kind uitleggen: van, ja, dat uw mama weggelopen is, dat uw mm -hmm. mama eigenlijk iets, voor iets gekozen heeft voor haar vrijheid om te zijn wie ik nu ben. Oké, okay, we en... gaan dat verhaal vertellen. Ja. Uh, want het is een, dat is een, uh, een ongelooflijk mooi verhaal. Uh, je hebt een. Uh, maar om, om de kijkers een beetje te introduceren in wie jij bent, kan je, kan je eens uitleggen hoe we jou moeten leren kennen eigenlijk? Wie, wie is Samira Harmag? Ja, Samira Harmag is uh, iemand die. Ja, een heel zorgzame iemand die van niks bang heeft en die altijd vooruit wil gaan. Mm -hmm. Dat is Samira Harmag. Um, ja, Samira Harmag is uh, eigenlijk een gebroken vrouw. Maar die eigenlijk toch sterk overkomt, um, er altijd staat en dat ga dan naar niet zien. Wat doe je in het leven? Uh, ik ben vertegenwoordigster, medisch okay. apotheek apothekafgevaardigden. Een job waar ik heel graag doe. Ja. Uh, een job waar ik kan iets doen waar ik kan, uh -huh. zonder verplichtingen waar ik eigenlijk mezelf kan zijn. Uh -huh. En uh, ja, dat maakt me ook gelukkig. Ja. Dat je die job, dat je precies dat soort job doet, dat heeft ook heel veel te maken met, met hoe, je, hoe je verhaal in elkaar zit. Dus we gaan daar eens naar kijken. Samira, een van mijn standaardvragen is altijd: van, wie was jij toen je 15, 16 was? Wat, was? wat was je voor iemand? Hoe zag je leven eruit? Oh, om heel eerlijk te zijn, ik had geen leven. Oké. Okay. 15, 16 jaar uh, waar ik een kind. Allee, Eigenlijk is dat vanaf zeven jaar begonnen. Toen ja, ik een kind die alleen maar thuis leefde, tussen de vier muren. Waar woonde je? In Mechelen. Oké. Okay. Mechelen, dus um, in een wijk, in een heel leuke wijk eigenlijk wel, waar heel veel kinderen waren. Wij woonden er net zo in het midden van de wijk, met een uh, heel grote plein. En vanuit mijn kamer had ik zicht over heel de wijk. Mm -hmm. En zicht over iedereen die buiten kwam spelen. Maar uh, ik, ja, ik mocht niet buiten komen, dus ik kon genieten van iedereen die, die buiten was vanuit Waarom mijn kamer. Waarom mocht je kamer. niet buiten? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik had het niet in de hand, het waren mijn ouders en vooral mijn moeder. Mm -hmm. en mijn moeder was een heel dominante vrouw, een ongelukkige vrouw. Um, die me echt onderdanig hield. Mm -hmm. um, ik was een kind dat geboren was maar eigenlijk een kind dat te veel was voor mijn moeder. Maar ja. je had je nog broers en zussen ook? Ik had twee broers en twee zussen die gestorven zijn. De twee zusjes zijn gestorven. Ja. die waren ouder dan jou? Nee, mijn Anissa was ouder dan mij. Uh -huh. En uh, nee, Anissa was jonger dan mij en Nadia was ouder dan mij. Oké. Okay. Uh, twee aan natuurlijke dood gestorven. Ja. Dus uh, helaas kan ik over hun niet veel vertellen, omdat ja, dat, is, dat ligt bij mij heel gevoelig. Uh -huh. En um, vooral Nadia, herinner ik mij enorm, ze had syndroom van Down. Uh -huh. En uh, <laughs> ja, mijn moeder wou haar niet, niet opvoeden. Ze zat in een tehuis of in een kinder, kinderopvang. En ze kwam nooit naar huis? Nee, nooit naar huis. Mijn moeder kon dat niet aan. Dus uh, de woensdag of het weekend gingen we haar bezoeken. Ik zag mijn zus heel graag. Maar uh, ja, kijk, ze is aan een natuurlijke dood gestorven, okay. niet in huis. Mm -hmm. Ja, syndroom van down, heel lieve meisjes, altijd knuffelen, zoentjes geven. Ja. Zo herinner ik mijn zus gewoon. Ik heb toen ook gesmeekt aan mijn mama van, laat Nadia bij ons thuis leven, zie. <laughs> ja. Laat Nadia bij ons thuis leven en ik zal wel voor mijn zusje zorgen. Ik mocht dat nooit, tussen. ja. Ik heb ook, um, als Nadia gestorven was, nooit uh, afscheid van haar mogen nemen. Ja. Ze is begraven en ergens in Bonheide, of in Mechelen, ik weet echt nog altijd niet waar. Was een taboe dat je een gehandicapte zusje had? Mocht ik, dat niet geweten ik zijn? Ik weet dat niet. Zo? Dat weet ik niet. Maar dat, ik weet, Peter, je uh, stelt me soms vragen ja. waar ik vandaan nog altijd geen antwoord heb. En dat komt ook omdat ik op mijn mama nooit niks mocht vragen. Ja. Elke vraag dat ik stelde was te veel. Dus. Uh... Ja. Oké. Okay. Um, geen, geen probleem, hè. <laughs> je hebt, uh, maar je had ook twee broers? Ik had twee broers. Um, ook één ouder dan mij. Um, maar die leefde zijn eigen leven. Die, die studeerde echt goed. Uh, was dan ook een slimme man. Ja. Uh, studeerde chemie toen, maar ging ook altijd voetballen. Um, ja, mijn broer was. Ja. Een, een, een heel geliefde man voor vrienden, voor de voetbal. Thuis ook naar mijn mama en papa ook toe. Hij um, ja, studeerde ook goed studeerde chemie, voetbal dan ook. Um, maar ik kende eigenlijk mijn broer niet echt goed. Ik kon ook niet goed met mijn broer praten. Omdat mijn broer altijd maar studeerde en weg was. Mm -hmm. Dus ik had eigenlijk geen band met mijn broer. Waar ik nu achteraf heel jammer vind. Omdat mm -hmm. Hij heeft nooit echt geweten wie dat Samira is. Mm hij -hmm. heeft nooit echt geweten hoe dat mij voelde. Af en toe als hij thuis kwam om rap zijn eigen om te kleden, probeerde ik met hem te praten van, broer, zie je dat niet hoe ik leef? Ja, wat wil je dat ik daaraan doe? Ja, en dan was hij weg. dan ging hij naar boven naar zijn kamer en, en dan was hij weer weg. Dus. Uh je zei van vanaf mijn zevende moest ik eigenlijk voor het uh, gezin instaan, moest ik altijd maar werken, werken, werken. Wat, wat, wat houdt dat dan in? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Want dat is voor ja, is allereerst niet zo makkelijk om, om, om u voor te stellen. Nee, ik weet als allereerste job als kind dat mijn moeder mijn vinger vastpakte. En uh, allee, dat ik zei van kijk, ik wil buiten spelen ook op, op onze grote plein. Niks van buiten spelen, dat hoort niet. Je gaat hier blijven en je gaat hier keuzen. En ik zal een keer leren hoe je moet keuzen. En dat is iets dat ik nooit ga vergeten. Dus ze pakte echt een, een vaatdoek. En mijn vinger vastgepakt, echt vastgepakt. En dan... Zo ga je dat doen. En zo ga je door dus We hadden een stoelen met zo, ja, spleten. Mm -hmm. En ik moest met mijn vinger door de spleten gaan. één per één, alle stoelen. Mm -hmm. En alle banken, alle splinten. Met mijn vinger en een vaatdoek. Dus dat moest ik over heel het huis doen. Dat was mijn eerste taak. En dan was dat, ja, dat groeide op. Het stof afdoen, um, stofzuigen, mijn nat En ik kreeg alsmaar meer, hoe ouder ik werd, alsmaar meer taken. Dus mijn dagen waren echt gevoeld. De woensdagnamiddag, ik kwam thuis. Dat was het eerste moment dat zij eten maakte. Er waren frietjes, dat was Elke woensdag frietjes mm -hmm. hadden we frietjes En dan ging zij gaan slapen. Haar middagdoetje. En dan moest ik de keuken opruimen, afwassen. En dan was dat naar boven gaan. Ja, de badkamerkeuze, de kamerskeuze van mijn twee broers, van haar, van mij. Um, ofwel de kasten uitmisten, dat was, elke woensdag was er een taak. Moesten je broers ook uh, meewerken? Nee. nee. Nog nooit, nog nooit, nog nooit iets moeten doen. Oké. Okay. Dat waren koningshuizen, dat waren echt. Mijn twee broers waren geliefd bij mijn mama. En dat ligt echt niet aan de Amerikaanse cultuur of de gemeenschap totaal niet. Het was echt mijn mama. Ja. Ja. Daar werk je ook in dat als je, als je oud genoeg was uh, dat je moest buiten huis ook gaan werken en, 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 en je centen afgeven. Ja, inderdaad. Dus um, ik denk dat ik tien jaar was, of was of elf jaar. Ik weet niet. Was er iemand in de buurt die eigenlijk was er iets leuks aan mijn jeugd toen ik heel jong was zeven, acht jaar. Ik lust geen couscous. Ja. Is, ik lustte dat niet? niet, nog altijd niet. ik, lustte luste dat niet. Eh? En dat was het enige moment dat ik frietjes mocht gaan halen van de frituur. Eh. Dat mocht ik dan wel, eten ja. mocht ik. Ja. Maar mijn couscous moment. Oh. Ja. Dus op moment mocht ik couscous, eh, frietjes gaan halen voor mezelf, af en toe voor mijn broer ook. Mm -hmm. En uh, dat was mijn geluksmoment. En op een dag stond er babysit gezocht. En uh, ik vertelde dat thuis: van oh, ze zoeken iemand voor te werken, voor mm -hmm. te babysitten. Maar eigenlijk was ons huis hier en er waren misschien maar vijf huisjes verder, dus ze hadden zeker controle over mij. Mm -hmm. En uh, mocht ik daar inderdaad gaan werken, babysitten? En dat was, um, dat was mijn eerste job. En dan was dan gaan zorgen voor een klein kindje, terwijl die mensen in de frituur stonden. Dat waren de mensen van de frituur zelf. Ja, dat okay. waren mensen van de frituur zelf die mm -hmm. een babysit zochten voor hun kindje. Ja. Dus op het moment dat ik frietjes ging halen, zag ik dat. Of vroegen ze dat van: hey, wil jij hier niet baby zitten? Mm. En dat ik thuis kan, ik vroeg dat. En uh, mijn vader zei direct: van: ja, ja waarom niet? Er hey, moet geld binnenkomen, ga maar werken. Maar hij ja, had ook no toen nooit gezegd van dat dat geld voor hun was. Maar voor mij, op dat moment, was dat vrijheid: mm. van, oh, tv kijken met dat kindje bezig zijn, frietjes eten en dan een keer een kurenworst of zo, dat mijn ouders niet mogen, dat is varkensvlees. Ja. Dus voor mij was dat echt, wauw, vrijheid. Ja, maar echt, was voor mij, ja, bij mij ja. was dat frietjes gaan halen met Amerikaanse saus en dat alleen maar eten, met een stuk kip van die couscous, dat mee eten. Dus ja, dat was mijn job. En elke keer dat ik mijn envelopje kreeg met mijn geld, moest ik dat wel thuis afgeven. Okay. Maar ik vond dat toen niet erg. Want ik was jong en klein. En, en Hoe oud was je dan? Ik denk elf jaar, twaalf jaar. Okay. Ja. Maar dat was gewoon bij iemand thuis in, in mm -hmm. hun zetel. Dat was eigenlijk ja, de frituururen van zes uur tot tien uur. Mm -hmm. Ja, dat was rap thuis zijn ook. Mm -hmm. uh, ja, dat was mijn job. Dat was, was mijn je eerste job. je ja. eerste job. Ja. 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 En dan in de wijk, aan de overkant, uh, werd, uh, was er een man die in het bloze domein werkte. En uh, hij kende mijn papa heel goed. En hij zei: van ja, kijk, Samira kan toch bij ons werken in de, uh, in de blozeldomein in Hofstade. Ja. Zou ze daar niet mogen werken? Ik heb ze wel in doog. En toen heeft mijn vader gezegd: van kijk, allemaal goed en wel, maar ga ze in doog moeten houden. Ik wil niet hebben dat ze links of rechts loopt in de frituur en ze komt niet uit de frituur. Maar je ouders waren heel streng. Van, van, waar kwamen ze, van waar kwamen ze? Ik weet het. Uh, van Cédric uit Marokko. Ja. Het is die mijn, ja. Is, daar, is dat groot? Is daar, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is, is een kleine dorp, een... dorp eigenlijk een gezellig dorp, een heel mooi dorp. Ja, iedereen wat? kent iedereen. Ligt in binnenland, in de buurt van Ves, heb je mij eens verteld. Nee, ik heb de vliegtuig gepakt naar Ves, ah, okay. maar ik, ik weet bijvoorbeeld niet waar het ligt. Bij ons was dat <laughs> in een auto stappen, er naartoe rijden ja. en uitstappen, in het huis zitten dat was mijn vakantie. Okay. Mijn vakantie in Marokko was familie, familie, familie voor elkaar zorgen. En als we een uitstap deden, was het met mijn moeder in een auto naar de stad of naar een ander dorp. Ja. Voor stof te gaan halen of voor goudwerk te gaan halen. Dat waren mijn uitstappen. Maar ze kwamen dus uit een klein dorpje eigenlijk. Ja. Ja, het is niet Niet ver van Knetra, Rabat. Dat, dat kan ik me aan me herinneren. Mm -hmm. Waarom heb ik het nooit opgezocht? Voor mijzelf te beschermen. Mm -hmm. Om, soms heb ik het gevoel van hoe meer ik ga opzoeken, hoe meer pijn dat ik ga hebben, hoe meer boos dat ik ga zijn op mijn ouders: van, waarom heb ik dat allemaal niet mogen doen? Ja. Maar goed, we gaan, we gaan even terug naar je ouders. Hè. Dus je, je vader was heel streng eigenlijk ook voor jou. En uh, was dat iets zei je bij, bij andere Marokkaanse vriendinnetjes. Had je Marokkaanse vriendinnetjes eigenlijk? Ja, ik had Marokkaanse vriendinnetjes, maar die waren veel meer vrij. Ja. Ik zei het, mijn ouders waren enorm streng. En vooral mijn moeder. Mijn vader volgde de taken van mijn moeder. Mm -hmm. Ja, mijn vader volgde echt mijn moeder op. Ja. Zij was het dominante in huis. Mm -hmm. Want heel veel zeiden van, ja, Marokkanen, Marokkanen, het zijn de mannen, het zijn de mannen, dat is niet waar. Niet alle Marokkanen zijn hetzelfde. Het is het gezin. Mm -hmm. Ons gezin was geen gelukkig gezin. Mm -hmm. En mijn vader volgde de, de taken van mijn moeder. En dus, maar hij wantrouwde dat als je naar in het domein ging werken, dat was ook in een, in een frituur. Hè? Ja. Dan, dan, dan hield hij jou in de gaten ook. Ja, af en toe. Dus, allee, ik wist het dan niet. Dus ik werkte daar een paar seizoenen, dat is alleen in de zomermaanden, ja. uh, juli en augustus. En uh, allee, dat was de eerste zomermaanden. En um, ja, op een of andere dag. Ja, keek ik gewoon, ik hef mijn hoofd op en ik zie mijn vader staan. En hij kijkt en hij zwaait en hij gaat gewoon verder wandelen. En dan dacht ik van, ey, die komt mij echt controleren. Maar op zich vond ik dat niet erg, maar ik deed niks verkeerd. Ja. En toen dacht ik van, om meer vertrouwen dat ik ze geef, of dat kan winnen, hoe meer, is me misschien ooit gaan loslaten. Maar dus je deed wel. daar nog echt je best voor ook. Ja. Je dacht van, ik zal tonen dat ik een braaf meisje ben. Ja. ja, Ik was onderdanig ook. En in de. In de in huis deed je dat ook. Ja. Je, je, je deed heel erg je best om het huis te houden. Om runnen, je niet te kwetsen, te zijn, om, ja. om, om, om vertrouwen te winnen: van, Ik ben wel goed, ik ben niet slecht, ik, ik heb geen slechte bijgedachten. Ja, dat was elke keer. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn moeder. Heel moeilijk om te verwoorden. Mijn moeder zocht altijd redenen om me binnen te houden, maar redenen die ik nooit zou aan denken. Ja, ja, ja. Bovendien naar buiten ging gaan om jongens te zoeken. Nee, ik wilde naar buiten komen om ook het leven te leren kennen. Mijn vriendinnen te leren kennen. Je vraagt daar juist van: heb je vriendinnen? Ja, ik had vriendinnen. Maar die mochten komen tot aan, de school, tot aan ons uh, poortje van de tuin. Mm -hmm. En dan was dat babbelen, aan de tuin, met zo spaken eigenlijk. En zo tussen de spaken babbelen. En als ik maar tien minuten aan, mijn, aan onze tuin zat te babbelen, riep ze daar: Naar binnen komen, mm -hmm. eten maken. Wat hadden je daar nog te doen? Ik zei tegen Fauzia en tegen mijn andere vriendinnen van ik moet naar binnen, Ja, we hebben het gehoord, ga maar. En dan gingen de meisjes een beetje verder babbelen of op hun tuintje zitten of op het terras zitten en ik ja, binnen weer. Ja. Mm -hmm. Dus ik maakte mijn taken thuis verder en ik ging naar boven en ik zag Fauzia en, en al de rest ja, babbelen en, en lachen en doen. En, en wat, wat studeerde je? Wat heb uh, je gestudeerd? Studeren. Nog zoiets. Ik ben heel lang naar school blijven gaan. Zo lang mogelijk. En waarom zo lang mogelijk? Voor mijn vrijheid. Dat was een moment van vrijheid, naar school gaan? Ja. Eigenlijk studeerde ik, ik niet. Eigenlijk was dat mijn vrijheid. Lagerschool. Maar je deed wel je best op school. Je haalde goede punten. Hè. Ja. Ik was ook iemand die altijd stoorde in de klas. Omdat ik zodanig <tossimus> wilde babbelen. Ik ja. kon nergens anders niet babbelen, dus je deed het in de klas. Ik deed het ja. in de klas. ja. De leraars waren heel veel boos op mij, ze. Ja. maar toch deed ik mijn best eigenlijk. Ja, um, ja, ik, ja zoals iedereen aan de kleuterklas gaan, klaar school. Middelbaar heb ik eigenlijk kinderverzorging gedaan, bejaarhulpster, En dan ben ik verpleging aan doen. Ja. Maar ja. En dat mocht je wel, je mocht verder studeren. Ik mocht verder studeren. Maar ik mocht niet studeren waar ik wou studeren. Ze hebben dat voor jou gekozen? Ja. Okay. Zeker bij jarenhelpster. helpster, omdat ik ging naar de Coloma, het aan de Ham Coloma instituut En uh, op een dag uit school aan mijn ouders komen vragen kijk, kijk laat ze naar het sport want Samir dat is heel sportief. Maar ja? ik ben een heel sportief. Ik was een heel sportieve. Nu nee, niet meer, helemaal <lacht> niet. <lacht> Tenminste, zouden de auto pakken, geloof mij. <laughs> nee, um, ik was een heel sportieve. Ik deed dat graag sport. Als het iets met sport te maken was, ik was als eerste voor er te zijn. En het was vooral lopen dat ik het kon doen. Ik kon, ik ja. lang lopen. Um, niet hard lopen, lang lopen. En dan zei nou, oh, Zou je niet beter naar de sportschool gaan? Want hij zei, Echt, hij een serieuze uithouders, uithoudingsvermogen. Um, zou je niet willen inschrijven niet, voor een sportschool? Ik zei: ja, ja, tuurlijk, maar ik ga dat niet mogen van thuis, want dat was toen veel Vilvoorde. Dat was veel te ver. Ja. Dat was twintig minuten of een half uur van weg eh, Zijn ze met mijn ouders komen praten en... Nee, 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 nee. zo vergaat ze niet. Zo vergaat ze niet. Ze blijft hier in de buurt naar school gaan, wat ze met de fiets kan doen, of dat ik haar kan brengen en terug naar huis. Okay. Dus het enige wat ik kon doen, is bij haar helpster kinderverzorger zijn en verpleging. Eerlijk gezegd, ik deed dat niet graag. Hmm? Maar ik heb het gedaan, omdat ik toch een diploma zou hebben. En dan, uh, helpster, het zevende jaar. Maar dat was het gedaan. Dus wat heb ik gedaan, nog eens kinderverzorging, het zevende jaar erbij gedaan. Mijn ouders dachten dat dat normaal was. Maar nee, nee, ik deed dat nog eens extra om naar school te blijven gaan, omdat ik bang was dat ik moest trouwen. Je, je was bang dat je moest trouwen, dus je bleef naar school gaan. Dus zolang dat je naar school ging, gingen ze zeggen: van ja, oké, okay, we, gaan, we gaan ze nog even gerust laten. Ja. Echt? En, had je vriendinnen bij wie dat gebeurd was? Dat die, ik die had van bepaalde. Niet vriendinnen, kennissen. die tijdens de schooljaren uitgehuwelijkt waren. Oké. Okay. En uh, mijn ouders hadden dat laten vallen: van ja, zodra ze eraan is met school, ja, moet zij er niet thuis rondlopen, moet zij trouwen. Dus dat hadden al een paar keer gezegd ook. En hadden ze ook iemand op het oog, weet je daarvan? Later, op de latere leeftijd is het dan ook gevallen. Toen wist ik het niet. Dus als ik in de kinderverzorging zat en een bejaarhelpster was. Uh, wist ik het niet. Wie dat ze opdood hadden, het was gewoon van ooit de deur uit. Mm. Uh, ze wordt oud genoeg, ze moet niet blijven rondtrappelen. Uh, want ze gaan vleugels krijgen. In het Arabisch klinkt dat heel anders, maar ja, ik kan het niet in het Arabisch zeggen, maar in het Arabisch was ze gaan ze vleugels krijgen en dat willen we niet. Dat is, dat is beledigend als ze dat zeggen? Pff, beledigend. Dat is, dat is ja, een, een Arabisch. Ja. Dus je gaat beginnen rondfladderen, wil dat zeggen eigenlijk? Eigenlijk ja. wel, ja. ja. Dus wist ik dat u dus dachten van: uh oh, ga je mij ooit uithuwelijk en nee, nee, ik blijf naar school gaan. Ik heb dan kinderverzorging gedaan en na kinderverzorging, van, shit. Ja, ik kan niet blijven zevende jaar doen. Hè? Ja. ja, we hadden nog bij ons uh, verpleging. Ja, oké. Okay. Ik kom dus thuis na het zevende jaar en ik ben nou gedaan met school. Ah, oh, nee, nee, hè, nu begint de verpleging. Nu begint de verpleging, ja, ik ga dan heel veel geld verdienen. En dat was voor hun. Als er geld bij kwam, dan, dan was het goed. Ja, Veel je geld voor de verpleging? Ja, toen verpleegster. Ja, oké okay dan. Ik heb het eerste jaar verpleging gedaan, maar blijven zitten. Expres. Die deed echt niet veel. Ik bleef gewoon naar school aan, maar ik bleef iedereen. Ja, ik deed niet meer dat ik moest doen, eerlijk gezegd. Eén. Ik deed niet graag, ik was veel te gevoelig daarvoor. Ik ben blijven zitten. Tweede jaar verpleging. Ja, dat kon ik niet doen, hè. blijven zitten. Ja, Daar moesten ze het door hebben. Ik was wel 24, 23 jaar. Hè. Ja. Kon ik bl blijven naar school gaan? Tweede jaar geslaagd. Derde jaar. Oké, okay. toen moest mijn vader al door te hebben. Dat kind is hier 14 jaar, eh, 24 jaar. Hoe lang ga je nog blijven naar school gaan? Ja, maar dat is in mijn laatste jaar. Dat is in mijn <laughs> laatste jaar. Hè. Dan ben ik afgestudeerd, maar dan begon ik ook ziek te krijgen. Dat was echt van, uh oh. Ze hebben mij door. Ze hebben mij door. Ze hebben mij door. Was er, was er iemand bij wie je wel een beetje terecht kon met al die zorgen? Want het lijkt me heel, heel eenzaam. Ja, op school. Anders thuis met niemand niet. Was er iemand die, die wist hoe het zat? Dus op, op de school had je wel leraars of lera leraren Die het wel die... wisten, ja omdat ik me dan geen verontschuldigde als ik de klas stoorde. Dat ik zei van, kijk, ja, dat is mijn leven thuis. Oh, sorry dan dat ik iedereen stoor en dat, was, ja, dat is niet leuk voor de leraar. Dat is alsof je geen respect hebt voor de leraars, terwijl ik wel respect had. Maar voor mij was het een uitlaatklep. van, ik kan naar school, ik kan me amuseren, ik kan... Hielpen ze je dan? Hm? ze je? Achteraf wel. Oké. Okay. Achteraf, okay. achteraf wel ja. Oh, en achteraf had wel. ik nog meer respect voor de leraars dan me in toon hielden. En dat ik dan ja, op de speelplaats, dan, voem, alles eruit hield. Ja. Ja. Ik kom mijn energie nergens kwijt. En mijn verhaal nergens kwijt. Ja. ja. Zij Samira, uh, maar heb je hebt ook verteld dat je een buurvrouw had die wel hoorde wat er bij jullie thuis gebeurde? Een ja. Belgische buurvrouw? Daar kon ik ook niet naartoe, want die beschermde nu ook. Hè. Zij kon ook niet met mijn ouders gaan praten. Hè. Dat waren buren en. Ja, ik beschermde Marina, ik beschermde Joske. Je was bang dat hij niet zou overkomen als je het in zou vertellen ja. eigenlijk. Ja. Ja, dat is echt puur iedereen beschermen, hè. En ik slikte gewoon alles in en ja, ik, ik vluchtte gewoon in een ozel doen en plezier maken en. Ja. ja. Was je moeder ook fysiek gewelddadig? Ja, maar ja. Oké. Okay. Ze sloeg me heel veel. Was niet mijn mijn aftrekker was met de pannen. Ja. Of mijn emmer water waar Javel in zat, dat ga ik nooit vergeten. Over je heen? Ik was boven aan het keuzen en zat... met. ik moest boven kuisen. <laughs> zo grappig. Ik moest de ruiten kuisen en ik had Javel daarin gedaan, omdat ik geen product vond. Dus ik heb Javel en Drift erin, whatever. Het ja. gaat wel proper zijn, dacht ik. Maar ik ben nog altijd zo. Ik doe, ik doe nog altijd van alles. <laughs> het zal wel lukken. Mr. Proper in drift door elkaar. Van alles door elkaar. <laughs> Maar op dat moment kwamen ze naar boven, maar heel stil, want ze hoorden niks. Maar ik was van boven op tak, ja. dus bij ons uit de badkamer kon op tak kruipen. Mm -hmm. En op tak kon ik babbelen met de buren aan de andere kant van de buren, of met mijn vriendinnen die op de, op de plein waren. En ja. waar ik ik aan het fluisteren, aan het babbelen. En op het moment dat ik me mij omdraaide, mijn moeder zoveel raam. Ik zei oh nee betrapt. <laughs> dus ik naar binnen, nu nee, naar binnen, ik naar binnen. Is dat keuze? Is dat keuze? Pakte ze die emmer. Maar zij wist, ik weet niet of ze dat wist, maar geriekt dat wel. Javel, hij zei: Vom tegen mij. En nu ga je dat hier deftig keuzen. Ja. Ik weet niet welke kleur van kleren ik aan had, maar op het einde van de dag was het allemaal wit. Oké. Okay. Ja. Toen stond ik ons huis, denk ik, een week na de Javel. Ja. Dus ja. Ja. Samira, je lacht door je tranen heen. Dat is om de, allez, ja, dat is zeer herkenbaar. Veel mensen doen dat. Hè. Uh, het is een soort uh, beschermingsmechanisme ook, dat we, dat we als mensen hebben. Maar uiteindelijk ben je wel. Uiteindelijk is, is de veer wel geknapt bij jou. Hè. Uiteindelijk heb je gezegd van dit, nu is het genoeg geweest. Hoe, wat is er gebeurd? Hoe is dat gegaan? Um, de laatste dat ik in de verpleging zat, um mijn laatste examen, voordat ik er dan doorheen ging, eigenlijk een, een diploma ging hebben, um, ging ik met mijn moeder op een zaterdag naar de stad. Alleen mijn moeder en mijn vader maakten heel veel ruzie. Die twee hebben nooit echt liefde gekend. Ik zat er altijd tussen. Mijn twee broers niet echt, omdat die altijd leefden en ze deden alles wat ze wilden. Maar ik hoorde altijd mijn moeder en mijn vader ruzie maken en elkaar uitschelden en noem maar op. Dus mijn moeder hield een veel van goud. Goud is sieraden. Mm -hmm. En stoffen. Bij de Marokkaanse gemeenschap is dat heel belangrijk van uh, ja, dat je mooi bent als je naar een trouwfeest gaat. Ja. Dus moet je stof kopen. Als je dan op Prijs gaat naar Marokko, ga je naar, naar een naaiatelier en ze maken alles met de hand wat echt prachtig is. Heel mooi is. Mm -hmm. En uh, ja, ze hadden weer ruzie gemaakt. En uh, Zaterdag zei ik tegen mijn moeder van kijk, tja, hier, he, mijn loon is er. Um, we mogen een beetje stof gaan kopen mama, anders gaan we naar de stad. Gaan we samen naar de stad stof kopen. Ja, we zijn naar de stad. Pak mij mee op de bus, hup, richting de stad. De bruil. En uh, ik kom daar twee klasgenoten tegen. Broer en zus, Vincent Verbrake. Maar de naam is tegen zeker Vincent. Dat is wel van mij mocht ja, dat zeggen. <laughs> uh, en Veronique. Mm -hmm. En uh, ja geven ze mij een zoen op de kaak, wat dan normaal is? Alleen voor ons is dat normaal. Mm -hmm. Ja, mijn moeder had dat gezien vanuit haar ooghoek. Pakt ze mij vast. Vanuit mijn haar zo. Voem, op de straat. Op de straat. Gij vuile hoer. Ik wist dat je een vuile hoer was. Dat je op straat wilt lopen voor de mannen. Ja, mij vernedert voor heel de stad. Zo door, door de bruel naar het buskotje voor de bus te pakken naar, mij, naar, naar ons thuis. En eh. Ja, mijn bond klein en kleingeslagen, dan mijn oudste broer gebeld. Van ja, het is. Uh, Ze heeft dat dan verteld, maar in haar versie dan. Dat mijn vader verteld, in haar versie ook dan. Ik op de kamer opgesloten. Ja, mijn vader ook naar boven. Mijn moeder ook naar boven. Mijn vader, pff, een vuist. Volledig blauw. Maar ja, elke klop dat ik in mijn leven krijg, ja, dat gaat weg. Maar de woorden blijven hangen. Mm -hmm. Dat ik een vieze, een vuile kind ben. Uh, Noem maar op. Ja. Toen zei mijn vader beneden aan de trap van: Nu is het gedaan. Dit jaar trouwt ze. Ik moet het niet weten. Dit jaar trouwt ze, en ze mag doen wat ze wil. Dus ik had dat gehoord. Ja, ik moest nog één of twee examens afleggen het school was gedaan. Ja, het paniek sloeg toe. Ik moet trouwen ik moet trouwen. En mijn moeder: dat ik er maar vanaf ben. Vuile hoer dat ze is. Ik moet zo'n kind niet hebben en. Ik heb ze al nooit gewild, zo echt stoute woorden. worden. Dus Daar riep, riep ze zelf. Ik heb ze nooit gewild. Ja, ik heb ze nooit gewild, mm -hmm. dat leerlijk kind. Dus al kind was, het, ja. Um, dus ik, vroeger waren de cassettespelers. Mm -hmm. Cassettes. Ik heb dat papiertje eruit gehaald, waar je zo vroeger moest opschrijven, van kleurzo, waar ik over zat. Ja. Ik heb dat cassettjes geschreven van Marina, help. Of nee. Of gewoon help. Uh, ik moet trouwen, bel naar Waldo. Wald. Mm -hmm. um, Wie was Wald? Wald was een kameraad van mij, maar ook mijn baas in de kwik. Je werkte in de kwik op dat moment? Ja, op dat okay. moment werd ik in de kwik mm -hmm. als jobstudent. Mm -hmm. Dus ik ging naar school en ik ging bij verdienen om mm -hmm. geld voor aan hun te kunnen geven. Uh, bel naar Wald, hij weet mijn verhaal. Zeg hem dat ik, moet, ik mag niet meer werken. zei dat ik moet komen werken. En dat was een briefje voor je buurmeisje? Buurvrouw, ja. Mm -hmm. dat was, ik heb een cassette gestoken. En ik zag haar vanuit mijn kamer als het zonne was. Eind juni. En ik gooi dat cassette naar haar. Maar zij wist dat ik heel veel geslagen werd door mijn ouders. Mm -hmm. En... Um, ze staat recht. En ik zie haar nog een duim doen. <laughs> een duim doen. Zegt ze En ja. ze is naar binnen gegaan en ze is ze gebeld. En ze komt terug naar buiten en ze dacht van dat ze gebeld heeft. Dus ik op mijn kamer wachten. En om... Ik moest die avond gaan werken in de kwik. En uh, ik hoorde mijn vader de telefoon oppakken: Nee, gedaan met werken, we gaan naar Marokko, ze stopt met werken. Maar Walt wist dat je mijn ouders kunt raken met geld. <laughs> ik had hun dan gezegd: dat is de enige manier, zegt ooit als er iets is, uh, dat ze hun kindergeld dat ze hun kindergeld gaan afpakken van al de tijd dat ik gewerkt heb. Dus Walt zegt dat tegen mijn vader. Ja, maar zegt hem, kijk, als ze vandaag niet komen, is dat contractbreuk en uh, dan moet je van al die jaren die er komen werken is dat terugbetalen. Ja, mijn vader stond in paniek. Uh, ja, ik, uh, mijn vader sprak geen goed Nederlands. Ja, ze komen, kom papieren in orde brengen en gedaan, we werken daarna. Oké, okay? afgesproken. Ik breng, ik breng. Oké. Okay, ja. Ik hoorde hem tegen mijn moeder zeggen: van, Ja, kijk, uh, we gaan dat geld verliezen. We moeten dat allemaal terugbetalen. We hebben dat nodig voor de trouw, en voor naar Marokko te gaan. Nee, 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 nee. Uh, ik ga ze nog voeren. Dat ze haar kostuum aandoet mm. voor de kwik en dat ze niks anders meepakt. Maar weet, de dag daarvoor, of die morgens, is mijn moeder de kamer binnenstapt. Zijn mijn handtas ondersteboven gedraaid. Alles onderzocht, dat ze geen telefoonnummers vond, noem maar op. Mm -hmm. Maar ik had die dag ervoor mijn pas. Mijn identiteitskaart en mijn rijbewijs onder mijn BH gestopt. En ben daar zo mee gaan slapen. Omdat ik dat gevoel had: van het is moment, ik ga hier elk moment weglopen. Mm. En mijn gsm keer dat ik ooit had, een 3310 was dat zo'n kleintje. <laughs> ja. Zo'n kleurtjes. Staat verstopt achter de poot van mijn uh, bureau. Ja. Dat was eigenlijk een GSM. Als ik in nood was, mocht iemand bellen daarmee. Maar ik heb het nooit kunnen gebruiken. Mijn moeder stormt weer naar boven. Kostuum aan, ja, je handtas blijft thuis, niks gaat mee. Is okay. Ik is oké. Ik in mijn achterhoofd, rijbewijs zit erin, identiteitskaart zit erin, een duizend frank, maar ik niet vergeten, zit erin. Mijn zoon... Dat kwik. droeg je op je lijf? Ja, onder mijn BH. Oké. Okay. Hij plakte mijn BH, ik had toen ook grote borsten. Mm -hmm. Daarin... zijn we me niet gefouilleerd, gelukkig niet. Mijn vader heeft mij gevoerd om zes uur, naar de Kwik. Is aan naar huis gegaan. En toen heb ik gezegd: Het is het moment, nu moet ik weg. Nu moet ik weg. Ik had totaal geen plannen, ik wist niet naar waar, maar nu moet ik weg. Mm -hmm. Ik heb dat met Walt en Katja erover gehad, of Katja was er toen in de tijd. En um, ik zeg: naar waar? Brussel ik zou me rap vinden. Ik klopt over een Marokkanen rond. Mm -hmm. Antwerpen, ik klopt over overal Marokkanen rond. Gelukkige vrouwen, gelukkige mannen. Brussel ook. Ze gaan mijn rap terugvinden. Nee, nee, nee. Ik ben een gevlucht. Ik ga vluchten en ik wil niet meer terug. Mm -hmm. Ik kan niet meer terug. Want ik weet dat ze mij nog meer kort en klein gaan slaan. En dan zei Walt tegen mij: van, Kijk, mijn ouders zitten op een camping in Arinkerken. Anders moeten we naar daar gaan. En uh, daar in een tent gaan leven. Hè. Dus diezelfde avond heb ik in een taxi gebeld. Maar dan mocht ik bij Walt op een bureau, allee, zolderkamer. Uh, daar één nachtje gaan slapen voor de volgende morgen een trein te nemen naar Radinkerke. Zo, is echt zo gedaan. S'avonds uh, taxi gebeld, om 11 uur stond de taxi. Heb mij naar Walt zijn thuis gebracht, helemaal boven, verstopt. Walt is dan thuiskomen, ik heb hem niet gehoord, ik heb niet gezien. Maar om 7 uur s'morgens stond mijn broer aan de deur, bij Walt. Hoe ja. was hij te weten gekomen dat je daar was dan? Hij is gaan kijken wie dat de laatste mensen werkten. In okay. de kweek. Van wel weet weten dat hij daar is geweest, van de rest weet ik dat niet. Nog altijd niet. Um, ja, nee, ik heb ze meer dan niet gezien. Ze is er toch na de sluit vertrokken. Haar papa is er toch komen halen, stond daar een auto. Maar eigenlijk was dat die taxi. Hmm. Stond daar een auto, ja, hij is daar toch komen halen. Dus mijn broer geloofde dat ook. Hij is dan terug vertrokken. Wat heb ik gedaan? Ik heb aan de politie gebeld. van kijk, ik, ga weg, ik ben weggelopen. Je hebt ik heb zelf gedaan. naar de politie gebeld. Heb, ja, maar pas in Adinkerke. Nee, dan ben ik dan de trein gepakt naar Adinkerke. En dan kan ik naar de politie gebeld, zoals de politie aan Michele gebeld van, kijk, Ik ben van thuis weggelopen. Um, ik, ik werd mishandeld door mijn mm -hmm. ouders. Maar ik moest vooral trouwen. het was trouwen met mijn oom. Mm -hmm. Wat eigenlijk een serieuze taboe is. Dat is een taboe met je oom trouwen. Ja. En uh, het was een verre oom, allee, of een, de oom, de broer van mijn vader zo was. Het. En um, voor de bedoeling, voor die hem naar België ook te brengen. En met de politie zei: is hij. Samira goed gedaan. Wij gaan u steunen. We hebben liever zo'n telefoontje dan we een telefoontje moeten krijgen dat we moeten oprapen. Dat we moeten opruimen. Dat was een tijd dat er heel veel meisjes ook zelfmoord hadden gepleegd of... of Echt ja? ja. Dat, dat zeiden ze zelf ook? Ja, maar het was ook zo. Ik, ik heb een paar Marokkaanse meisjes gehad, gekend, die zelfmoord hebben gepleegd. Of door hun broer of hun vader... Uh, ja, tot We spreken hier niet over de middeleeuwen, Samira. Die, die, wat je nu allemaal vertelt, dat speelt zich af rond de eeuwwisseling, hè, rond het begin jaren 2000. 22 jaar geleden. Ja. Um, dus je kwam op een camping terecht in, in, in Adinkerken. Je moest je leven helemaal alleen gaan opbouwen. Hebben ze geprobeerd om jou nog op te sporen? Daar konden ze niet, omdat ik alleen een gsm had. Maar ik heb dan um, van 17 juli, dat staat op mijn hand. Aha. 17 juli um, tot 10 oktober of zo, ja, of november, ik weet het niet meer. Oktober, november, ik weet het echt niet meer. Uh, in een tent geleefd, dus ik had alleen maar een gsm, konden ze me niet traceren. En ik heb dan in, uh, in een bejaardenhuis gaan werken, in shiften. Ja. Wanneer ik niet moest werken, ben ik dan uh, gaan opdienen op een terras in de pannen, serveuze, en dan nachtwerk in een discotheek. Dus je deed drie jobs. Ja, ik ben druk, druk begonnen met drie jobs. Dus 17 juli weggelopen? Ik had geen geld. Ja. Dus ik ben weggelopen met die duizend frank. Maar was, er, was, er was ook niemand die je kon helpen op de een of andere manier? Nee, want niemand kende mij in Haringkerke. Niemand. Ja. De ouders van Wald kenden mij, maar ze hadden er schrik voor ook. Ja. He, want als ik dat mijn ouders ging komen. En Liefst ik in mijn tent en zij in hun caravan, waar ik ook verstond. Ik ben ook geen hulp gaan vragen, omdat mijn probleem was op dat moment. Um, ja, ik had geen geld. Maar van frank... al die mensen die het wisten in Mechelen, hebben die, hebben die jou niet geholpen dan? De, de leraars en zo. Je, je Niemand kon wist daar... het. Ik ben gevlucht zonder aan iemand te vertellen. Hè? Dat vond je veiliger ook. Ja. Okay. Ik heb niemand gecontacteerd. Ik ben nu gevlucht. Niemand. Het waren er maar twee die het wisten, en dat is Walt en Katty. Niemand wist het. Die avond ben ik gevlucht. Ik had niemand afscheid genomen en nooit omgedraaid. Dus je bent drie jobs tegelijk beginnen doen om een beetje een leven te kunnen opbouwen. Ja. Dus de volgende dag ben ik naar de bank geweest met um, mijn pas en mijn rijbewijs, want ik had geen bankkaart of niks meer. En ik toon mijn pas, van kijk, tja, ik zeg, kom dat beetje geld dat ik nog heb, ik weet niet hoeveel ik heb, maar ik heb iets staan. Ah nee, zegt ze, dat was een jobstudent doen. Dat is leeg. Ik zeg, dat is leeg? Ja, nee, je vader is hier komen melden dat je gestorven bent. <laughs> okay. Ja, dat mijn vader heel triest hier naar de bank is gekomen. Mijn dochter is gestorven, maar mijn vader had volmacht. Ja. Dus mijn ouders hadden volmacht op mijn rekening. Dus al mijn geld eraf geldt. Dus ik had niks. Ik kon ook niet ja, de camping betalen. Dus met die duizend frank, ja. Dus bij de volgende dag of twee dagen later, VOM, gaan werken. Ga werken, 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 werken om te overleven. Om alles te betalen, om niet afhankelijk te moeten zijn van een ander. En dat is gelukt ook. Ja. Zie mij zitten? Ja, ja, ja. Je, hebt een, je, je, hebt, je hebt je toen geïnstalleerd op een appartementje. In. Dus ik heb in een tent geleefd uh, ja, drie maanden. Op een dekentje, wat de mollen naar boven kwam, Canada, Je ligt daar. Komt daar zo'n mol naar boven. Ja. En dat was zo dat je daar zo naast lag: van, Allee, ik lig hier zo. Ik had gezelschap. Ik had gezelschap. Ben dan ook heel zwaar ziek geweest: um, longontsteking. Allee, mm. alles ja, van vochtigheid van s'nachts. Natuurlijk. Ja, keelontsteking, zoals keelontsteking, longontsteking. Ben dan ook tot 38 kilo gegaan vermagerd ja. van de stress, van de stress en, en ja niet warm eten hè. geen warm eten, mm -hmm. uh, gewoon werken werken werken, uh, ja altijd werken werken hè. en dan vanaf oktober ben ik gaan zien voor een appartementje, dat kwam geld dat, maar dan moest, begon het weer opnieuw, Dan moest ik me bewijzen, uh, wie dat was, dat er geen familie ging komen en ja, omdat je van Marokkaanse afkomst was. Ja. Dus mensen wantrouwden dat. Ja, mensen wantrouwen dat ook. Ja. ja. ik heb dan altijd mijn verhaal moeten doen van, kijk, sorry, nee, ik heb geen familie. Ja, maar ja, ze zeggen het allemaal. Ja, ik ga dat je niet verhuren als een nieuw pand. Ik ga dat niet verhuuren, want dan, straks is dat volledig afgebroken. Nee, ik doe het niet. Dan heb ik dan de politie bijgehaald. Van, kijk, ja, help mij, want niemand gelooft mij. Ik kan niet blijven in de tent leven. De winter gaat eraan komen. Ik heb hier geld, ik heb er rekening op gedaan. Dan met de politie daar naartoe gaan. En mijn verhaal rustig verteld. En dan heb ik de kans gekregen om in een appartement te leven. Moest de, moest de politie meegaan omdat je een appartement zou kunnen hebben. Ja, worden? omdat ja. Van waar kwam ik ineens? Ze hadden mij nog nooit gezien. Graat, mager, kwijt bruin. Mijn haar blond. Ik zag er gewoon niet uit. ja. Goed. Ja. Samira, heeft je familie geprobeerd om je op te sporen? En op het moment dat ik dan in het appartementje zat, hadden ze een telefoon geïnstalleerd en een televisie geïnstalleerd, maar dat is ook de Telenet, de Gouden Gids. Ja. Maar ja, ik dacht dat toen niet bijna dat je daarin kwam. Dus hebben ze me daarin gevonden, okay. telefoonnummer en dan adres en dan stond mijn vader daar ik kwam terug van een bejaardenhuis, ik had van zes tot twee, om twee uur middags kom ik de straat in gelopen. Mm -hmm. en ik zag voor mijn deur Mercedes. ik heb tussen de struiken gesprongen, politiegebeld, mijn vader staat daar. dus de politie, dus ik zag hier de struiken, politie is daar, mijn huis is hier, gewoon de politie kan patrouilleren voorbij. de ene zegt mij, blijft daar zitten, en ik kwam uit de struiken aan het kijken. Um, Stond mijn vader met mijn broer ook. En mijn broer had blijkbaar een matrak mee in een ketting. Zo een, een... Zo'n fietsketting. Ja. ketting. Ja ja, 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 ja. Mm -hmm. Dat had hij mee. En uh, de politie had toen gezegd: van, Wat is dat? En uh, toen is mijn broer heel agressief geweest daartegen. En dan hebben ze een Allee, straatverbod gehad van 30 kilometer. Oké. Okay. Toen heb ik ze niet meer gezien. Dan zijn ze uit je leven verdwenen. Ja. ja. Je hebt vanaf dan met veel moeite je leven opgebouwd eigenlijk. Hè. Je bent uh, als uh, uh, alleenstaande vrouw helemaal uit de put gekropen. Je hebt een, een onwaarschijnlijk verkoopstalent in jezelf ontdekt. Ja. Je hebt heel veel, heel veel sales jobs gedaan. Ik weet me dat we daar eens over zaten te praten en dat het jou verbaasde dat ik zei: van ja, maar ja, dat komt toch ook door je verleden dat je zo'n strafzeelstal in bent eigenlijk. Ja. Ja. Ik weet niet meer, daarom moet ze op antwoorden. Ik doe het graag, ja. Ik, ik help graag de klanten. Ik help graag. Ik wil er zijn voor de klanten. Ik wil hun helpen en ik wil. Mijn eerlijkheid doorgeven aan de klanten en dat ze in mij geloven en ook in het bedrijf waar ik voor werk ook in geloof. Ik ben een verkoopster, maar ik ben een, een verkoopster met hart en ziel. Mm -hmm. Ik ga niet zomaar iets verkopen. Ik ga ook niemand iets wijsmaken. En door mezelf te blijven, verkoop ik ook beter, omdat dat de klanten in mij geloven. Mm -hmm. Ja? Een ander deel van, van, van het verhaal is natuurlijk dat je echt, doordat je zo'n jeugd hebt gehad, heel moeilijk mensen kan vertrouwen ook. En je hebt ook andere litekens uit die jeugd meegepakt. Ik bedoel, je bent een Marokkaanse vrouw, maar je, 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 je hangt letterlijk in spreidstand tussen die twee, tussen die twee culturen. Hoe, hoe is dat in de rest van je leven nog naar boven gekomen? Kun je je vragen anders? Ik, uh... ah, ja, kijk, je, bent, je, bent, je hebt je Marokkaanse afkomst. Ja. Hè? Maar je zet daar zelf een beetje tweesla tweeslachtig ja. over. Hè? Je weet niet zo. Je, je... Ik ben mijn identiteit verloren. Oké. Okay. Ik ben mijn identiteit verloren. Eigenlijk, Marokkaanse cultuur is heel mooi. Mm -hmm. um, wat ik heel mooi vind aan de Marokkaanse cultuur is dat ze voor elkaar zorgen. Dat ze elkaar gaan helpen, dat ze er voor elkaar zijn en dat ze altijd wel proper willen rondlopen en mooi willen zijn. En, en ze willen dat wat aan mij is, bijvoorbeeld dat ik het ook wil doorgeven aan anderen. Van, zorg voor jezelf en zorg voor anderen. En dat vind ik mooi aan Marokkaanse cultuur, ook families bij elkaar. Mm -hmm. Samen eten, delen. Dat vind ik mooi. En dat is mijn worstel vandaag: worsteling vandaag. Dat zit nog altijd in mij. Maar als ik bijvoorbeeld nu mensen leer kennen, wil ik je dat ook doen? Naar nieuwe vrienden bijvoorbeeld of vriendinnen. En zij zijn dat dan niet gewoon van hui, ze wil iets. Zij zoeken dan iets achter, maar eigenlijk zoek ik dan, ik zeg dat is gewoon normaal. Mm -hmm. Ik vind het normaal als jij bij mij thuiskomt, dat je mee eet uit mijn klein pannetje dat maar voor mij alleen was, dat ik het deel. Mm -hmm. En dat heb ik gemerkt in mijn leven. van... Mensen kennen dat niet. Belgen. Ik durf dat zo niet uitspreken, ja. maar het is zo, ja. Ik zal het voor u doen. Dan. <laughs> ja? Ze denken altijd, ze doen veel te hard het beste, ze willen iets, maar dat is niet. Dit ben ik, dit is van mijn cultuur geweest. Ik ben zo opgevoed geweest. Of ik heb dan niet, ben dus niet zo opgevoed geweest, maar ik heb het zo ervaren met de familie uit Marokko of mijn nichten en neven. bij die familie in Marokko. Had je wel een, een, een warm gevoel altijd. Ja, hè? Als je op vakantie echt. ging, dat was altijd wel. Je was er welkom ook. Ja. Vooral mijn tante en mijn oma. Sorry er dat het, ik aan het tweede Ja, Dat hoef je daar niet voor te excuseren. De, je, je, je tante en je oma, dus dat was de zus en de moeder van je moeder. Ja. Okay. De moeder, ja, ja, inderdaad. Elle als we naar Marco gingen. Waren zij de enige die me beschermde. De, hoe deden ze dat? Ja, als we thuis waren bijvoorbeeld. Allee, als we naar Marokko gingen, was ze altijd thuis. Meehelpen met de afwas. Meehelpen opruimen. Mee dit. Moeder ging sesa doen in de namiddag. Ik moest verplicht sesa meedoen. Ook al ik geen slaap. Was het doef Slaap. Ik <laughs> zei: <laughs> oh, ik heb geen slaap. Kijk, <laughs> kloppen gaat, Maar ja. Slaap. Ja, Oké. Okay, eh. Ja. Uh, maar soms ja, kwam ik naar mijn oma in de namiddag, of met mijn tante, en dan was dat zo lekker babbelen en zo over mijn haar streel, strelen van je bent een mooi meisje, je bent een lief meisje, al wat mijn moeder niet deed, deed dat. was zo moeilijk. Ja, het is ook, niet, het is ook, niet, het is ook geen leuk verhaal, Samira. Nee? Dus het is normaal dat je weent. Dus voor mijn familie in Marokko was ik wel een mooie meisje, of een mooie vrouw, of een lieve vrouw die niet achter iets zocht. En, mm -hmm. Maar voor mijn moeder was ik slecht. Lelijke vrouw, lelijk kind, ik kon niks ik ben dom. Alles wat negatief was, was bij mijn moeder. Dus ja, mijn oma en mijn tante waren heel zorgzame, lieve mensen. Heb je ooit geweten waarom je moeder zo bitter in in, in, in ik heb het haar proberen te vragen als ik ouder was, ja, rond ja, 23, 24 jaar, van mama, kan haast niet met mij praten. Mama, moet ik met u praten, lelijk kind? Het was altijd hetzelfde antwoord. Kijk naar je broers, dat zijn schoonkinderen. Dat zijn slimme kinderen. Ze wilde eigenlijk geen dochter? Ik weet ja. Als ik het zo hoor? Ja. Oké. Okay. Ik had het nooit weten. Ik heb al gezegd, Peter, ik ga het nooit weten. Ik heb zoveel vraagtekens dat ik het nooit ga weten. Je hebt wel onlangs... Uh, besluit genomen om, om eens terug naar Marokko te gaan. Dat was heel lang geleden. Ja, dankzij jou ook Je Ja. <laughs> jij hebt mij het idee gebracht van, uh, ja, um, hoe is dat gekomen, ook voor mijn dochter weer al. Ja, mijn dochter leefde even in een tweestrijd van ja, Hi, mama je bent Marokkaan, papa is Belgisch, of Belg. Ik vind het niet leuk dat jij Marokkaan bent, want Marokkaanse mensen doen alleen maar stoute dingen. Ze was zeven jaar, als ze daar al toen mee begon, en dat deed mij enorm veel zeer. Ze knuffelde mij ook nooit, niet ze was veel boos, ze wou ook niet met mij praten. En uh, ja, dan is het oh, jouw, met jou erover te praten, dat jij zei van waarom ga je je roots een keer niet opzoeken. En dan is dat bij mij in mijn hoofd omgedraaid van waarom niet? Ik ben niet meer bang. Vroeger was ik altijd bang. Ik was bang om naar Mechelen te rijden. Ik was bang om een keer in Brussel rond te lopen. Ik was bang om in Antwerpen rond te lopen. Bang om iemand tegen te komen van mijn familie. Mijn twee broers of mijn vader. Ja. Zelfs van haar was ik bang. Maar naarmate dat ik ouder werd, werd ik minder bang. Ook naar Marokko was ik altijd bang. Naar Marokko gaan op reis, dat was voor mij niet op reis gaan, dat was van ik kan niet op reis gaan en genieten, want ik heb mijn familie verlaten, ik heb nooit afscheid kunnen nemen. Mm -hmm. Dat is me altijd blijven pijn doen. Dus dacht ik van het is moment inderdaad om met Isaura, mijn dochter, naar Marokko te gaan na 24 jaar niet Marokko bezocht te hebben. heb een valse profielen gemaakt op Facebook? Mm -hmm. Weer al die durven met mijn naam uit angst voor de familie van mijn vader of, of whatever. Want je wist ook niet waar ze, wa waar ze precies woonden en zo. Dat wist ja, serieus mijn, maar ik wist niet waar ze dat wijken of dorpen of mm -hmm. namen. Ik, ik, ik ken haar allemaal niet. Gemoerien of zoiets, noem het. Ik heb een valse Facebook opgemaakt en, uh, met de naam van mijn zus die gestorven is. Hmm. Ik heb haar naam gebruikt. En um, ja, ik kreeg dan wel heel veel reactie van ja en waar. En hoe noemen ze? En hoe noemt u grootvader? Ik kon er allemaal niet meer op antwoorden. Je was je roet zicht kwijt? Ja. Ja, dat, het is dat gesprek dat we ooit hebben gehad. Hè, dat ik zei van ja, je bent je roet zodanig kwijt dat je dochter haar roet zo kwijt is. Hè, dus je. je die, dat dat, dat, dat tweespalt, die tweestrijd, dat zie je in haar terug. Je bent ja. dan met haar naar Marokko gegaan. Ja, dus heb ik besloten, ik doe het. Maar het kap, gaat koppelen met een leuke vakantie dat ze geen trauma over heeft. Ik heb dan ook mijn, An, eh, mijn vriendin Ann en haar dochter Maite meegevraagd mm -hmm. om het gezellig te houden. Maar ook aan mijn vriendin tonen van waar ik kom. Ja. Dus ja, zo gezegd zo gedaan, geboekt via Face naar Sislimen. We zijn enorm warm onthaald. Je hebt ze gevonden. Ik heb ze gevonden. Ja. Echt heel warm onthaald. van mijn tante die het huis woont van mijn oma die gestorven is. Nu mm -hmm. moet weten in 1998, als ik nog thuis woonde, was mijn oma gestorven, mijn lievelingsoma die altijd voor mij zorgde. Iedereen ging naar Marokko voor de afscheid te nemen, maar ik mocht niet mee. Hij blijft thuis. Ik ga zorgen dat het huis in orde is, dat de koekjes gebakken zijn, dat de, dat de, allee, de garage vol met banken staat, zo typisch Marokkaanse ja. banken staan. Voor als we terugkomen naar Marokko, dat we de imam kunnen ontvangen, dat de mensen kunnen komen condoleren met koekjes en couscous en wel alles. Ik moest alles doen. En heeft mijn moeder kwalijk genomen hmm. tot april. Ik heb dat 24 jaar mijn moeder kwalijk genomen dat ik mijn lievelingsoma geen goede dag mocht gaan, ze of geen afscheid mocht nemen. Al mijn nichten kwamen terug van Marokko. Ik had naar een armbandje aan van mijn oma, het andere had aan van mijn oma, het andere torenbelletjes aan van mijn oma. Van mijn lievelingsoma. En ik had gewoon niks, Ik had zelfs geen hoofd, ik had zelfs niks. En dat heeft me heel veel zeer gedaan. En uh, in april, dat ik daar toe gekomen ben, woont mijn lievings in het huis van mijn oma. er is niks veranderd. Hoe ik het 24 jaar geleden heb gezien, is nog altijd hetzelfde. Nog altijd de kast van mijn oma, dezelfde tegels, dezelfde vloer, dezelfde dekentjes. Alles is hetzelfde gebleven. Zelfs de wc van vroeger, mm -hmm. dat je op de grond moest zitten, zo gebukt, was er nog altijd van. Het had mijn tante gezegd, van, we blijven dat houden, dat is van oma geweest. We blijven dat. We hebben ook momenteel geen geld voor te veranderen, maar we houden dat zo. Oma tja zit hier, opa zit hier. En je, bent, je hebt ook haar graf kunnen bezoeken dan. Dus. Sorry. Doe maar rustig. Uh, dan heeft mijn neef met mij meegegaan naar het graf van mijn oma. Dan had ik eindelijk afscheid kunnen nemen van mijn oma en, mijn oma en opa. Ja, eindelijk. En dan was ik zo blij. Ik ben nu altijd heel dankbaar dat ik het moest doen. En eigenlijk is dat cru, stout, grof gezegd: een dikke middelvinger aan mijn moeder. Ja, ze leeft nog. Ja. Je, je papa ook nog. Ja. Je bent, daar, je bent in Marokko geweest in de tijd van de Ramadan. De Ramadan, dus een tijd van vergeving, van terug verbinden met elkaar. Je, heeft je familie gesproken met jou over contact terug opnemen ja. met, met je ouders? Dus hoe liep onze dag daar? Dus kwamen we toe, een zware omhelzing, emotioneel. Heel emotioneel. We hebben dochtertje vastgepakt, vol liefde. Um, dan uh, is mijn neef met mij naar de begraafplaats gegaan van mijn oma en opa. Ik ben daar gecrashed. Mm -hmm. Mijn dochter heeft mij gesteund. Mijn dochter heeft mij echt gesteund, mij vastgepakt. En mijn hoofddoek is op haar hoofd en zo mijn vastpak van mamatje, mamatje. Nu weet ik hoe jouw oma is. En toen zou, is Isaura ogen ook opengegaan. Mm -hmm. We zijn terug naar, oma, naar tante gegaan. Tante heeft voor ons eten klaargemaakt. En, uh, we zijn naar een plaatselijke hammam gegaan. Ze hebben voor ons gezorgd. Mm -hmm. uh, weer thuisgekomen, weer allemaal soorten eten. Maar we weten dat mijn tante enorm arm is. Mm. Echt arm. Al wat ik had op dat moment. Mijn centen voor de vakantie heb ik aan haar gegeven. Al mijn daffelgans, mijn brief zijn aan haar gegeven. Omdat die vrouw zo arm is. Dan moest ik niet rijk zijn vandaag, moest ik geld hebben zou ik haar geld sturen, maar... Moet zelf kunnen rondkomen. <laughs> en uh, Ja. Toen hebben ze aan mij gevraagd van uh, Nee, voor u was het van... Elke keer, elke vrijdag gaan wij bieden voor oma en opa. Voor uh, onze oom ook, maar ook voor u. Maar eigenlijk ze je een braaf kind, een lief kind. En het lag allemaal bij uw mama. En bij uw papa, maar uw papa deed maar wat uw mama zei. Uw mama was een ongelukkige vrouw. Een beetje een zieke vrouw ook. En ik, ik was altijd welkom. Dus, en dan heb ik je gezegd: van, Weet je, ik wil het haar vergeven, maar ik wil haar niet meer ontmoeten. En toen heeft mijn oom, allee, de man van mijn tante, ja. mij vastgepakt mm -hmm. en toen mocht niet te wenen van Samira zegt hem, dat is wat wij nu graag hebben, of dat wij graag, graag zien. Gij hebt altijd vergeven. Gij hebt altijd blijven gaan, blijven gaan. Ook al is u veel zeer. Als je je mama nu belt, tijdens de Ramadan en je papa, en je vergeeft hen, en als ze zij u niet vergeven, dan gaan zij nooit... Uh, hoe zeiden ze? Ja, iets met, met rust vinden. Rust vinden dat ze sterven. Hmm. Ik ken ja. al die uitspraken niet. Ja. Dus ik heb dat ook gedaan. Je hebt hen gebeld? Ik heb hen gebeld. Ik, ik had een telefoon. Toen je in Marokko al was. Ja. Oké. Okay. Mijn tante heeft gebeld en ik had een telefoon genomen. En uh, ik bel en ik zeg: Moeder, in het Arabisch, het is Samira. Aan! Waarom belde jij mij? Oh, no. Weet je dat ik niet ziek ben? Ik ben ziek en ik heb geen geld. <laughs> dat was het eerste wat ze zei tegen je. Ik ja. zo... Zeg, kijk, mijn tante heeft gesproken dat ik bij haar ben. Ja, en wat doe jij <coughs> daar? En hoe komt dat je daar bent? En hoe ben je daar geraakt? En met wie ben je daar? Ik hoe dat met mij ging. Niks. En met wie ben je daar? En zei je daar met mijn andere zus? Mijn andere zus? Mijn stoute zus? Zeg, nee, ik ben hier met Anne. Mijn Maite en mijn dochter. En dat geloof ik niet. Heb jij wel vriendinnen? Ja, ik heb vriendinnen, mama. Ik ben gelukkig geworden. En ik heb mijn dochter. En ik leer mijn dochter wat ik niet gekend heb. En dat is liefde, mama. Zij en die liefde die ik bij u nooit heb gekend, bel ik u nu voor om je dat te vergeven. Vergeefde jij mij dat ik gekozen heb om als Belgische verder te leven? Ik vergeef u niets. En ik geef, mij, geef mijn tante terug met tante terug aan de telefoon, met tante naar buiten gaan, dat doen kalmeren van ze is er echt mee aan en laat het een keer. Is, allez, het is 24 jaar geleden. Het is nog altijd uw dochter en het is Ramadan. Zo echt zo vergeven vergeven. Mm -hmm. En mijn oom, mij vastpakken, ik, ja, ik, ik kon niet meer van nog altijd terug dat gevoel van onderdanig ik zijn, ik moet luisteren, ik moet. Mm. Ik ga terug naar buiten, gaan, heeft okay, ze hier. Ik zeg: "Kijk moeder, Zeg, ik ben hier. Ik ben hier bij de tante die mij geholpen heeft. En Ik ben hier naar mijn lievelingsoma komen afscheid nemen iets waar ik van u niet mocht. Zeg, ik vergeef het u vandaag wat gij mij als kind hebt aangedaan. Als gij het mij niet vergeeft, is dat uw probleem. Ja, en wie is uw dochter? Zeg, mijn dochter is Isaura. Zij wilde ze een keer horen? Ja, kan ze wel Arabisch? Ik zeg: Nee, ze kan geen Arabisch. Zij zei: Maar jij na al die jaren moet toch een beetje Nederlands kunnen. Toen op dat moment had ik geen schrik. Mm -hmm. En dan is Isaura wist niet dat mijn mama was. Ik zei, luister een keer poppake. Praat een keer met haar en zegt: Ik ben Isaura Dat ze gelooft dat jij het bent. En Isaura pakt de telefoon en zegt: ze, Hallo, ik ben Isaura Ik ben mijn mama in Marokko. En dan hoor ik ze, Habiba. zei Ah, Habiba, Habiba, Zwina, mooi meisje. Maar had haar nooit te zien. Ik mm -hmm. pak de telefoon terug en zeg tegen Isaura Dat was mijn mama. En je zou er zo. Ze <laughs> <Van>, Oh nee. <laughs> dus het is te laat, ja. En uh, ik zei: van, Kijk, dat is mijn dochter. Ik zei: en Ik ga Anne ook geven. Dat je weet dat ik met niemand anders ben. Dat ik het ja. voor mijn. Dus dat aan ook heeft. Anne ja. gesproken. Maite gesproken. En ik zei: Kijk, je gaat het mij vergeven? We zullen wel zien. Ja, ik vergeef het u. Dus ik leg af. Ik bel naar mijn vader. Dat was bij hem FaceTime. <laughs> Ik had eigenlijk nooit mogen doen, want die beeld. Oef. Dus inderdaad, hij hong te wenen, te wenen, snottebellen vlogen eruit. Ja, en bij wie zeg je daar? Eh, ik heb je altijd gemist en ik zie je graag. en hebt me nooit gecontacteerd en het is Ramadan. Weer ik. Ja. En waarom zeg je bij het doen en niet bij die en die en die en die en die? En die? Hm. Dan, ik, toen was ik sterk, zeg. Die en die en die, die waren voor mij er niet als ik klein was. Maar het doen was er wel voor mij. Ik weet dat ik bij het doen welkom was. En bij oma ook. En dat is het huisje waar ik me altijd goed voelde en veilig voelde. Ja, en nu moeten mij bellen. Ga een keer naar daar. ga een keer naar daar. Op ja, de plek had ik dat gevoel van, dit wil ik niet meer. Ja. Toen heeft hij wel mijn nummer gekregen. En dan heeft hij mij nog eens gebeld. En heb ik hem opgenomen. En dan heeft hij tegen mij gezegd: van ja, en uh, ga maar naar Marokko terug. En ga het goed maken bij de tantes. En toen heb ik sindsdien niet meer opgepakt. Ja. En zeg gezegd: Ik ga niet meer die tour op, ik wil het niet meer. Ik ben 46 jaar Peter. Mm -hmm. Ik kan niet meer. Maar de kracht is nu wel dat je nu echt je, je eigen grenzen kan bepalen, natuurlijk, hè, Samira. En dat je die strijd heb je de afgelopen 24 jaar gestreden, hè? Dus je, je, je verhaal, er zijn nog ongelooflijk veel facetten aan je verhaal. We zouden eigenlijk vijf afleveringen kunnen maken met jou. <laughs> gaan we niet doen? Dat gaan we niet doen. Nee, we zijn een boek aan het maken. Ja. En uh, als dat boek klaar is, dan kunnen mensen alles daarin lezen. Mijn, mijn afsluitvraag is altijd dezelfde. Als je jezelf nu, met de kennis die je nu hebt, zou tegenkomen als, als 16-jarige, wat zou je dan zeggen tegen jezelf? Blijf sterk, geloof in jezelf en bewijs je nooit. Ik heb me altijd moeten bewijzen. Ik heb er nu nog soms. Ja. Ook ja. in de wetenschap dat jouw tante bijvoorbeeld jou heel erg erkent en zegt van: wij weten dat wat jij ervaren hebt, dat dat echt gebeurd is. Ja, tuurlijk. Maar hier in België weet niemand en niemand kent mij hier. Mm -hmm. Als ik er eens naartoe van, waar kom jij hier? Ja? Mm -hmm. Omdat ik ook een, een vrijgevochten vrouw ben. Maar ik gebruik dat vrijgevochten uit niet. Nee, ik, 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 ik uit dat niet. Of ik. Ik ga. Ik kom toe en ik maak plezier. Maar ik ga nooit iemand als een onderdanige iemand bekijken. Of van. Hij zet hem in. Nee. Mijn boodschap is gewoon naar iedereen. Van. Verdorie wees u zelf. Wees niet bang. Leef en laat van u horen. Praat. En vecht voor je eigen waarde. Want die waarde heb ik als 16-jarige niet gehad. Mm -hmm. Wat mag ik jou wensen voor de toekomst? Meer geluk. <lacht> <lacht> geluk. <lacht> nee. Oh. Dat mijn dochter. en ik. gelukkig mogen worden en zijn in wie dat we zijn. En. Uh, Ook in mijn jobervaring en ook... Ja. Maar mijn geluk wil ik ook aan iedereen geven. Dat iedereen gelukkig is. Ik zou zeggen, gun het eerst jezelf, Sanira. weet het, maar ik ben bezig. Ja, oké, okay, goed. Ja. Daar kijk ik Dank al, kijk je wel, al naar echt. uit. Ja, ik ben bezig en, en ik vecht elke dag. En mm -hmm. Dus er zit een sterkte in ons. Hè, dat iedereen die sterkte ook gebruikt en in die sterkte gelooft. Al zitten ze heel diep, ze zeggen van, daar dat beetje sterkte, pak dat. Direct pakken met twee handen en gebruiken. Dat wil ik aan iedereen, want dat gebruik ik. En dat wil ik doorgeven aan iedereen. Oké. Okay. Dat, dat, dat is een heel mooie afsluitende boodschap. Bedankt, Samira. Dankjewel. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en SoundCloud. Tot ziens.